allemaal, welkom bij een gloednieuwe Reageer en Win. Hartstikke leuk dat jullie weer kijken. Vorige week maakte je kans om deze game te winnen. Dragon Quest Heroes nummer 2 voor de PlayStation 4. En ik heb voor jullie de winnaars. Jullie hebben weer vol enthousiasme gereageerd. En dat waardeer ik zeer, dus ga daarmee door. En dan kom ik bij de eerste winnaar. Dat is geworden Just Be. Je moest 2 reacties achterlaten op artikelen op de website. En de eerste reactie die jij achterliet was op een nieuwtje. Gratis PS Plus Games Unigelekt op Twitter. Hij zegt, Life is Strange, zeker een aanrader voor degene die hem nog niet gespeeld heeft. Ben ik het mee eens. Life is Strange is een game van Square Enix. En echt een super tof titel. En er komt een tweede deel aan. Hè? Dus dat is hartstikke tof. En zijn tweede reactie was op de Insane Trilogy screenshots, Stone and Crash in actie. Een nieuwtje met wat nieuwe screenshots. Hij zegt, nog een maandje, zin in. En ook daar ben ik het eigenlijk gewoon mee eens, want ik heb er ook mega veel zin in. Stuur mij even een mailtje naar r.v.d.helm@xgen.nl met je adres. En dan komt deze, paf, zo snel mogelijk jouw kant op. En ga vooral door met je leuke reacties. Om daarop te reageren, iemand had gevraagd, kun je vaker dan 1 keer winnen? Ja, natuurlijk. Ja, echt waar. Tweede game, plus shirt, is gewonnen door Bravo 6. Die zegt, op Far Cry 5 campaign kan volledig in koop gespeeld worden. Nu ga ik deze game zeker halen. Nou, ben ik het ook mee eens, want ik ook. En op het nieuwtje Nintendo Switch Dock wordt binnenkort ook losverkocht, heb jij gezegd. Ik ga die dock meteen pre-orderen zodra het kan. Handig voor als mijn vriendin met haar Switch bij mij langskomt, dan hoeft ze haar dock niet mee te sjouwen. Nou, wat een romantische move dat jij dat voor je vriendin gaat kopen. Haha, ja. En dat kunnen wij alleen maar belonen met deze game. Ik zit maar een beetje te grappen en te rollen, maar ik vind het serieus heel leuk om jullie reacties te lezen. En we hadden nog iets om weg te geven, namelijk die 20 euro waardebon van Consoleskins. En die is gewonnen door N1997, die op het artikel dat er nieuwe details over Hannibal seizoen 4 bekend zijn. Daarop heeft hij gezegd, hoop dat het vierde seizoen over Silence of the Lambs gaat. Hannibal is zeker een van mijn favoriete serie. Ja, top. Bedankt voor je reactie. Jij verdient dat. En dan gaan we meteen door naar de prijs van deze week. We gaan over van het agressieve Dragon Quest, ik overdrijf een beetje, naar het iets wat kindvriendelijke City Undercover voor de Xbox One en PlayStation 4. In samenwerking met Warner Brothers geven wij dus 1 zo'n exemplaar weg. Een game die is uitgekomen op 5 april. Het heeft een 7,5 gehad in de recensie. Geschreven door Moi. En wat kan ik erover zeggen? Het is een game die eerder al uit is gekomen op de Wii U. Ik geloof zo'n 3 jaar terug uit mijn hoofd. En nu dus zijn consoleversie gekregen heeft. Erg leuk voor toch wel de Lego fans die niet de Wii U hadden. En ik moet zeggen dat ik dit zelf na Lego Dimensions echt wel de betere Lego game vind. Puur vanwege het hele open wereld gedeelte. Het is net even anders dan de andere Lego games die gebaseerd zijn op bestaande werelden, zeg maar. En het is gewoon weer fun. Je kan het co-op spelen. Er zijn wel wat issues. Je kan in auto's rijden. Weliswaar verwacht daar ook weer niet te veel van. Maar het is wel echt heel erg leuk. En de game is bijzonder groot ook nog qua omvang. En als je echt alles wil uithalen, dan ben je wel eventjes bezig. Dus ik vind het zeker een toffe prijs om weg te geven. Wil jij hierop kans maken? Wat je dan moet doen is... 1. Een leuke... creatieve, originele reactie achterlaten op 1 van de artikelen op XGN. En 2. Reageer op een ander. Dus zie jij opeens iets staan op de website waarvan je denkt, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of denk je iets grappigs? Tik je comment eronder en bij 2 originele leuke reacties maak jij kans. Geef vooral even in je profiel aan of je een Xbox One of een PlayStation 4 hebt. Dat kan in je gebruikersnaam, je account op XGN, dat je even je profiel aangeeft. Mocht je nou twijfelen, ja, dan kan je ook een reactie even achterlaten onder deze video. En zeg maar welk platform jij in huis hebt. Dan komt alles helemaal Gucci. Ik zeg een goed weekend en tot volgende week.